zeg, waar twee of drie tezamen zijn in uw naam, dan ben ik in uw midden. En ik dank u wel, Heer, want waar u bent, daar is alles mogelijk. Daar moet duisternis wijken, want u bezit het ontoegankelijke licht. En u bent gekomen om het licht te brengen aan hen die in duisternis zijn, omdat zij ook een stralend licht zullen worden. Het is geweldig, Heer, dat wij dit van onder een geopende hemel mogen ervaren dat u hier bent. Zegen ons verder en laten wij een open hart hebben om u voor te ontvangen. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen. Ja. Weet u, de Heer Jezus heeft gezegd, wie drinkt van het levende water, die zullen stromen van kracht uit hun binnenste vloeien. En dat is geweldig, als die kracht uit je binnenste vloeit. Nou, heb ik eigenlijk een verrassing voor u vanmiddag. Niet ik breng het woord, want ja, ik zou misschien te veel tijd weer vragen. We zien vanmorgen, hier dragen ze me weg. Maar ik heb hier in ons midden een zuster die aan het begin aan de wieg stond van de boodschap van volle verlossing, volle vervulling, volle bevrijding, volle genezing door Jezus Christus. En ik wil haar uitnodigen om naar voren te komen, Yvonne Hoekendijk. En zij gaat ons een woord brengen. Ze komt net van het zendingsveld af. En zij komt net uit Suriname. En daar heeft ze ook weer het woord gebracht aan heel veel jonge mensen. Want God heeft jonge mensen nodig. Heel veel jonge mensen. Want hij is niet veranderd. En hij zoekt jonge mensen om de jonge mensen te bereiken. Ontvang haar met een hartelijk applaus. Nee, je hebt geen zakje. Ik weet. Oh. Oh, zo. Ja. Oké. Doen we het hiermee. Staat hij aan? Nee, we hebben het niet nodig. Nee, nee. Tenzij ik te lang spreek. Nou, de jagers in je weg zetten, die gewoon hebben ze. Bijzonder dat ik hier op Groningse klei sta. Ik heb gehoord dat jullie nuchtere mensen zijn, is dat zo? Nuchter? Echt waar? Nou, dat is natuurlijk helemaal te gek, hè? Dan zijn jullie echt mensen die geloven in het woord. Of niet dan? Amen. Amen. Ik kom net uit Suriname, nou, dat zie je wel aan mijn jurk, hè? Vrolijk, fijn, gezellig, warm. Oh, een heerlijk volk. Ik hou van de Surinamers. Ik hou van de Javanen uit Indonesië. En de Heer stuurt me regelmatig op pad om deze mensen te zegenen met volle zegen. Want ik geloof, zoals broeder Hiemstra zegt, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Halleluja. Stromen van kracht. Waar heb ik dat woord eerder gehoord? Ja. En dan is daar Pinksteren. En dan is daar de boodschap van Pinksteren. En dan heb ik een heel kort woord. En eigenlijk wil ik al veel langer spreken, maar ik weet niet hoeveel tijd ik heb. Maar... En dat zegt, die zich aan de Heer hecht, is één geest met hem. Amen. Dat is Pinksteren. Wie zich aan de Heer hecht, wordt één geest, is één geest met hem. Is dat niet wonderlijk? Mag je dat zomaar ervaren? Mag je zomaar zeggen, ja, dank u wel, Heer, dat u dat zegt? 1 Korinthe, waar staat het ook weer? 1 Korinthe 7, geloof ik. Ik ga het even checken. 1 Korinthe 6, vers 17. Pak je Bijbel maar. Pak je Bijbel maar, want we gaan Gods woord openen. En ik ga nog veel meer met u lezen. Want niet alleen het Nieuw Testament spreekt van de Heer Jezus. Niet alleen het Nieuwe Testament spreekt van het Evangelie. Maar het is zeker ook het eerste, het Oude Testament, wat duidelijk spreekt over de verlossing door de Messias. Amen. Door de Heer Jezus Christus, Yeshua HaMashiach. Halleluja. En de Heer is hier. U hebt al zoveel ontvangen vanmorgen. Amen? Amen. Come on. Amen? Amen. Goed zo. Nou ja, je weet dat kind, hè. Dat kind schreef een brief aan God en die zegt,
Heere God. Dank u wel voor dat broertje. Maar eigenlijk had ik een hondje gevraagd. Nou, vanmorgen heb je een broertje gekregen. Heb je de wens van je hart gekregen. En dan vanmiddag krijg je er nog een hondje bij. Het is toch heerlijk, je hebt de dubbele zegen. Zoals Elia de mantel overgaf aan Elisa. En hij zegt tegen Elisa, geef me je wens. En Elisa zegt dat ik toch het dubbel deel mag ontvangen. Daarover heb ik gesproken voor leiders vorige week in Suriname. Ik had gevraagd tweede en derde generatie leiders te komen bij elkaar op een dag, een ontmoetingsdag. En ik was daar toevallig in 1961, 1962, een hele lange tijd geleden. Toen was daar een opwekking in Suriname en mijn schoonouders Karel en Elisabeth waren daar en mijn man Frans. En ik samen en we mochten toezien hoe de Heere werkt. Mochten toezien. Mochten ervaren. En het is wonderlijk, wonderlijk, wonderlijk als de Heere gaat werken. Amen. Dan mag je er gewoon staan. Het is als het ware als vroeger als kind gingen we, geloof ik, met school. Gingen we naar zo'n bad, zo'n golfslagbad heette dat. En dan zwom je, dan was je dan midden in het water. En plotseling kwamen de golven, hè? Zo'n golfslagbad. En oh, wat hadden we dan het plezier. En dan doken we in die golven. En het was verrukkelijk. Nou, vandaag, het water is daar. Amen. De vijver is daar. Alles is gereed. De tafel was daar. En jij moet alleen maar instappen in het water. En laat God het water bewegen voor jou. En hij komt. Hij komt. Hij komt. Amen. 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 Als je hem verwacht, dan komt hij op. Amen. Halleluja. Mijn hart is vol verwachting. En je bent hier met een kleine 100 mensen misschien. Maar jullie hart is ook vol verwachting. En we zongen dat lied in Suriname. I feel Jesus. In this place, I feel Jesus. In this place. And my heart just burns within me. I feel Jesus in this place. Door geloof. Door wat je hart zegt. Maar ook door wat je verstand zegt. Ziel, geest en lichaam. Opdat je volkomen blij en vrij zult zijn. Want dat is Gods doel. Voor zijn gemeente. En hij kan niet werken zonder gemeente. Ik ben blij met de gemeente van Stromen van Kracht. Broeder Jan, zuster Margrita, dat ik hier mag zijn. Geweldig fijn. En broeder Hiemstra ook heeft diverse gemeentes gestart, geloof ik. In het noorden. In het nuchtere noorden, ja. Maar wow, wat hebben jullie gebeten. Wat zijn jullie hongerig gebleken te zijn. Honger en dorstig. Naar wat God wil. Amen. Oké, we hebben het gevonden in Korinthe 6 vers 17. Ja? Heb je de Bijbel geopend? Anders geloof je mij niet. 1 Korinthe 6 vers 17. Oké, let's go. Nou heb ik het zelf niet eens voor me. 1 Korinthe 6 vers 17. Ja, ik moet maar met één hand werken. Jullie hebben twee handen vrij, ik heb één hand vrij. 1 Korinthe 6 vers 17. Allemaal gevonden? Oké. Maar die zich aan de... Nee, ik zeg het niet alleen. Willen jullie het allemaal alsjeblieft lezen? Ga staan met je Bijbel in je hand. Alsjeblieft, gaat u staan. Ik vind het altijd fijn als we het woord van de Heer openen. Dat we als gemeente gaan staan. Amen. Halleluja. Daar gaan we met z'n allen. Maar die zich aan de Heere hecht, is één geest met hem. Nog een keer, allemaal. Maar die zich aan de Heere hecht, is één geest met hem. Amen. Jullie mogen weer gaan zitten. Halleluja. En dan moet ik denken aan die ene man die zich vlijde aan de boezem van Jezus. Wie was dat? Johannes, je hebt je Bijbel goed gelezen. Dat was Johannes. En wie kreeg de openbaring van Jezus?
Dus nogmaals, wie zich aan de Heer hecht, wordt één geest met hem. En er was Johannes, maar er waren natuurlijk ook nog meer discipelen. Er was een Johannes en er was een Jacobus en er was een Petrus. En deze drie wilden ook alles weten van de Heer. Maar zij kregen het op de tweede plaats misschien. Johannes kreeg het op de eerste plaats, want hij was het allerdichtst bij Jezus. Hij vlijde zich aan zijn borst. Hoe dicht zijn wij bij de Heer? Hoe één zijn wij met hem? Hoe één zijn wij met de Geest? Hoe één zijn wij met het Woord? Die zich aan de Heer hecht, wordt één geest met hem. Dat is de doop met de Heilige Geest. En vandaag, in de grote tent van opwekking, wordt gesproken over woord en geest. En die twee gaan samen, want je kan niet leven op één been. Je moet op twee benen staan, wil je in balans blijven. Maar goed, die drie discipelen, die kregen ook hun pakje van de Heer. Die kregen ook ontzettend veel van de Heer, want ze mochten zelfs de berg mee op. En daarna, wie kwamen daarna? Dus eerst was het Johannes eigenlijk, met wie de Heer zeer, zeer intiem was. En toen kwamen de drie discipelen en toen kwamen de 12 discipelen, toch? En toen de 70 die de Heer uitzond. Broeder, je hebt helemaal gelijk, die 120 die komen eraan. En toen waren er 120 mensen en zij ontvingen de Heilige Geest in de tempel. In de bovenzaal van de tempel. Geweldig. Maar nogmaals wil ik zeggen, wie zich aan de Heer hecht, wordt één geest met hem. Zou dat een voorwaarde zijn? Hoe ver gaan wij met hem? Bepaal ik dat zelf? Is het mijn wil? Is het mijn honger? Is het mijn dorst? Ben ik het zelf die dat besluit? Die zegt, ja, ik wil. En dat was de Heer Jezus die zegt, hineni. Ja, Heer, ik wil. Ik wil die weg naar het kruis. Ik wil die weg gaan naar Golgotha. Hineni, hier ben ik, Heere. Hier stap ik in het water, Heere. En als u dat water beweegt, Heere, dan gebeurt er iets. Amen? Amen. Alles is voorzien. Alles is volbracht. We weten het zo goed in de Pinksterkringen. De charismatische kringen. De mensen die zeggen de volheid van de Geest te hebben. Maar sommigen kennen het woord nog niet. En sommigen hebben de kracht nog niet ontvangen. Sommigen hebben misschien een klein laagje van de Heilige Geest toegelaten in hun hart. Maar weet je wat je moet doen? Je moet stappen in het water. Amen. Zwemmen in het water. Amen. Niet alleen tot je enkels. Verder en verder en verder. Totdat je ondergedompeld bent. Vanmiddag is daar water. Niet alleen dat water. Maar ook de doop in de Heilige Geest opnieuw. En ik hoop dat jullie hongerig en dorstig zijn. Want je kunt op één been niet lopen. Het Pesachfeest heb je gevierd. Dat weet ik zeker. Het Paasfeest. Wie heeft dat gevierd dit jaar? Paasfeest. Ja, geweldig. Dat vieren als christenen. We weten niet anders. Paasfeest. Maar weet je, dan is het 50 dagen tellen tot het Pinkster is. En het was een lange tijd. We heel lang moeten tellen. 1 dag, 2 dag, 3 dag, 4, 5, 6, 7. Het was de omertelling. Maar op een gegeven moment komt dan de Pinksterdag en die is vandaag, hoewel de Joodse mensen het al eerder gevierd hebben deze week. En dan is daar Pinksterfeest. Maar u weet zelf wat ik in het begin al zei, ook in het Oude Testament wordt al gesproken over het Paasfeest. En Pinksterfeest is het einde van het Paasfeest. Paasfeest begint het mee. Uit de slavernij, kom laten we het lezen, Exodus 5, over de Bijbel even. Exodus 5. Exodus 6, sorry. Exodus 6, vers 5. En dan staat er, zeg derhalve tot de Israëlieten, ik
ben de Heere. En dat begon al in vers 1, dat de Heere zegt, ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige. Maar met mijn naam Heere, Yahweh, ben ik u nog niet bekend geweest. En opnieuw staat hier dan in vers 5, zeg derhalve tot de Israëlieten, ik ben de Heere, ik ben Yahweh. Ik ben die ik ben, die ik ben, die ik ben, die ik was, die ik ben en die ik zal zijn. Amen. Ik ben het brood des levens. Mm. Ik ben het water des levens. Ik ben de deur, zegt de Heer. Ik ben het. Ik ben het. En wat staat er dan? Ik zal u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleiden. Amen. Wat was dat dan? De duivel. Hier wordt heldere spraak gesproken. Onder de dwangarbeid van de Egyptenaren uitleiden, staat er. Mm-hmm. Uitleiden. Amen. Wat betekent dat? Wie heeft er wel eens dwangarbeid moeten doen? Ik vind het zo heerlijk om met eerlijke mensen hier te staan. Hè? Tenminste op het podium. Maar bij jullie... Dwangarbeid. Dwangarbeid? Gisteren nog. Vertel eens. Ik moest voor haar schoonmaken. Zie, dwangarbeid van die vrouw van jou. Maar dwangarbeid, nou noem er eens een paar. Geld. De dwang, je moet zo nodig. Nou, die computer, je moet zo nodig. Dit en dat. Je moet zo nodig roken. Je moet zo nodig aan de alcohol. Je moet zo nodig porno. Je moet zo nodig. Dwang, liegen. Je moet zo nodig. Dwangarbeid. En je komt niet los van die dwang. Maar hier staat duidelijk dat de Heere, de Yahweh, Yeshua HaMashiach, hij zegt, ik ben de Heer en ik zal u onder de dwangarbeid Egyptenaar uitleiden. De uittocht uit Egypte. Uit mijn Egypte. Nou, dat hebben we toch allemaal meegemaakt? Niet waar? Nee? Nee? Amen. Dat hebben we allemaal meegemaakt. En dan gaat het verder. En ik zal u redden van hun slavernij. Dus eerst uitleiden. En dan staat er, ik zal u ook nog redden, redden, redden. Halleluja. Hij gooit je een boei toe als het ware. En hij redt je uit die dwang. Hij redt je van de slavernij. Hij redt je eruit. En de grootste wonder vind ik, dat de Heer je redt van je eigen ik. Juist. Amen. Zo, die zit. Of jullie hebben daar natuurlijk geen last van. Je eigen ik. Eens kijken, wie heeft er last van? Eigen ik. Oh ja, ons vlees is vaak zo aanwezig. Zo aanwezig. We hebben er allemaal last van. Vandaag, morgen. Maar halleluja, we kunnen ons direct omdraaien en zeggen, oh nee Heer, nee dat was toch niet de bedoeling, sorry Heer. Nee, we gaan door, want het gaat om u. Het gaat om die ander, met een hoofdletter. Amen. Die ander die naast mij zit. Die ander, knijp me eens eventjes aan je eigen velletje. En zeg, het gaat om die ander. Maak jezelf wakker, het gaat om die ander. Die ander, met een hoofdletter. Dus hij gaat je redden van jouw vlees. Hij gaat jou redden uit jouw egoïsme. Wie wil dat niet? En dan gaat het verder en dan gaat hij u verlossen. Halleluja. Daar komt de verlossing waar je ook zo heerlijk over gesproken hebt, broeder Hiemstra. Amen. Broeder Gerrit. Opdat we waarlijk vrij zullen. Halleluja, opdat we waarlijk vrij zullen zijn. En hij deed dat met een uitgestrekte arm. En onder zware gerichten. Sterke hand. Uitgestrekte arm en onder zware gerichten. Halleluja, halleluja. En dan staat er in vers 6, en ik zal u tot een volk aannemen. En ik zal jou tot een God zijn. Opdat gij weet dat ik, de Heere, uw God het ben, die u uit de dwangarbeid der Egyptenaren heb geleid. Amen. Ga eens even opstaan. Gooi je handen in de lucht. Halleluja. Halleluja. Heer, u hebt het gedaan. Ik ben verlost. Ik ben volkomen van mijn God.
En ik mag hem dienen met heel mijn hart. Nou, dan gaan we naar Colossense. 1 vers 12. Ja, jullie kunnen dat goed, Groningers. 1 vers 12, Colossense. Ik hou van vaders boek. Amen. Halleluja. Gisteren nog bad ik met een vrouw. En ze was zo teleurgesteld. Zegt ze, ik heb het allemaal gehad. Ik heb gesproken in nieuwe tongen. Maar ik ben zo teleurgesteld geworden. In allerlei dingen. En het kan, hè? Het kan. Het kan een ziekte voor je worden, hè? Teleurstellen, toch? Het kan bitterheid zelfs worden in je. Het kan tot gal worden in jezelf. Het is vreselijk als je teleurstelling ook omarmt. Zorg dat je alle teleurstellingen die je hebt in je eigen gezin, met je eigen man of vrouw, of in jouw gemeente, met je voorganger, met je oudste, met je broeders, zorg ervoor dat het voorbij is, dat het uit je hart is. Zorg dat je verlost bent en dat je verder kunt vliegen. Anders verlam je je eigen vleugels. Hou die teleurstelling niet vast. En we mochten bidden met deze vrouw en ze werd los. Opnieuw werd ze los. Die buik en die maag en alles werd los. Amen. Dus mocht de Heer weer loven en prijzen. Halleluja. Je moet loslaten. Kijk, Colossense zegt dat zo prachtig, hè? In vers 12. Colossense 1, vers 12. Nee, begin bij 11. Zo wordt gij met alle kracht. Zeg het eens, alle kracht. Alle kracht. Wat is dat? Alle kracht. Alle kracht, hè? En volbracht het werk van Jezus. Amen, het is in Jezus. Alle kracht. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid. Tot alle volharding en geduld, Godzijdank. En dankt gij met blijdschap de Vader die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Toebereid heeft voor het erfdeel van de heiligen in het licht. Toebedeeld, wat betekent dat? Hij heeft jou toebereid voor het erfdeel. Toebereid, dat betekent bekwaam gemaakt. He has qualified you. Hij heeft jou bekwaam gemaakt om te wandelen in dat licht. In de erfenis van de heiligen. Dat is het koninkrijk Gods nu. En straks. Nu is het koninkrijk Gods onder ons. Hij heeft jou toebereid. Kan je dat geloven? Ik heb er vaak overheen gelezen. Het erfdeel der heiligen, dat klinkt allemaal zo groot en zo formeel en zo ver weg. Nee, het erfdeel der heiligen ontvang ik vandaag. Daar mag ik vandaag in staan. Het is slechts één stap en ik stap in het water. En de Heer gaat het water bewegen voor mij. Halleluja. Het erfdeel der heiligen is het koninkrijk Gods onder ons. Onder jou, onder mij. Amen. Halleluja. O, mogen we toch die stap maken. Die kleine stap. Dat water in. Dat de Heer dat gaat bewegen. Ja, want hier deze grond. Hoor ik dat nou echt? Dat jullie hier aardbevingen hebben? Is dat zo? Oh, halleluja. Nou ja, niet helemaal. Maar bedoel maar. Als de Heer het beweegt. Dan gaat het goed met ons. Amen. We moeten allemaal bewogen worden. En dan gaan we verder. Erfdeel der heiligen in het licht. En dan vers 13, dat wil ik graag dat u samen leest. Ga maar weer staan. Ja, kom op. Moet even in de benen. Colossense 1, vers 13. Ja, daar gaan we. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis. Wacht even. Ik wil dat je dat spontaan en met volle vrijmoedigheid uitspreekt. We beginnen opnieuw. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van zonden. Halleluja, 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 come on. Geef de Heer een lofoffer en een dankoffer. Amen. En dan wil ik opnieuw zeggen waar ik mee begon. Wie zich aan de Heere hecht, wie zich aan de Heere, aan het woord
hecht. Veel mensen hebben hechtingsproblemen vandaag de dag. Dat weten we allemaal, hè? Maar wie zich aan de Heere hecht, amen, is, wordt één geest met hem. En dan lees ik tot slot iets voor u. Niemand die één wordt met hem, blijft onrein of verwond. Hoort u het? Niemand die één wordt met hem, blijft onrein of gewond. Zijn bloed is een rein leven en het vloeit waar wij eenzaam, waar wij één zijn met hem. Daarom alle aanbidding voor Jezus onze Heer. Halleluja. Lieve Vader, ik dank u. Ga maar staan. En hef je handen naar hem op. We stellen ons voor zijn aangezicht. Vader God, u bent onze Vader. Abba, Abba, Vader. En we houden van u, Heer. We hebben het gezongen, we hebben het gelezen. En Heer, hier zijn we. Onder de gebedsmantel van Yeshua HaMashiach. Onder de gebedsmantel van Jezus. Ja, we scharen ons onder uw vleugelen, o Heer, deze dag, deze middag. En opnieuw willen we u danken dat u ons uitgeleid hebt. Dat u ons gered hebt en dat u ons verlost hebt. En dat u ons hebt aangenomen als zonen en dochteren van Sion. Zonen en dochteren van de Vader. Halleluja, halleluja. Dank u wel, Heer, dat het met paasfeest begon, met Pesach. En dank u wel, Heere, dat het slot van dit grote feest is Pinkster. Heer, want op één been kunnen wij niet leven en wandelen. Maar op twee benen, Heere, Pasen en Pinksteren, dan hebben wij moed om vooruit te gaan. En willen we u danken dat u onze voorhoede bent en onze achterhoede. Onze beschermer ten allen tijde. Want die zich aan de Heere hecht, die is Eén geest met hem. Amen.